3 weken langer dicht. Dat staat alle winkeliers te wachten, waaronder sieradenwinkel Elan in de Volkingenstraat. Gisteren werd duidelijk dat de lockdown hoogstwaarschijnlijk met 3 weken wordt verlengd om het coronavirus tegen te gaan. Dit kwam niet als een verrassing. Nou, ik had het eigenlijk al verwacht, maar ik ben er natuurlijk niet blij mee. Dat houdt in dat we nog langer geen geld verdienen. Maar nou, heb ik nog langer vakantie? Zo kan ik het ook gaan labelen, want dat is ook nieuw voor mij. En ja, ik denk, je kan heel erg verdrietig erom zijn, maar ik probeer het een beetje positief te labelen. Ik ga mijn winkel een beetje omgooien en ik ga een beetje schilderen. En ik heb mijzelf gewoon voorgenomen, direct toen de lockdown was, de tweede lockdown van. Ik heb kerstvakantie. Voor het eerst heb ik kerstvakantie en dat vond ik ook wel grappig. Ondanks dat Ellen opnieuw haar winkel moet sluiten, probeert ze nog wel via alternatieven haar producten te verkopen. Ik heb een hele lieve dochter en die is heel actief op Instagram gegaan. Heel veel foto's gemaakt. Heel veel mooie dingen vastgelegd voor mij. En ik bezorg, ik heb hele mooie doosjes, de eerste lockdown al gekocht, die gewoon in een envelopje kunnen. Ik stuur gratis op en soms wordt er een pakje gehaald of ik bezorg een pakje. En nou ja, zo krijg je toch nog een bedragje bij elkaar. Dat alle winkeliers balen van de situatie is duidelijk. Wel ziet Ellen een verschil per branche. Eén staat er wat slechter voor dan de ander. Ik denk ook dat het een verschil is wat voor branche je hebt. Heb je een kledingbranche, dan komt er heel veel handel nog onderweg waar je niet tegen kan zeggen van stop, ik hoef het niet. Het voordeel van mijn handel is dat ik gewoon, als ik iets nodig heb, het ter plekke kan bestellen. Dus dat is gewoon een groot voordeel. Het is niet modeonderhevig, dat is ook heel fijn. Ik doe gewoon wat ik zelf leuk vind. En ja, je hebt natuurlijk horecazaken en kledingbranche. Het is gewoon heel verschillend. Morgenavond om 7:00 s'avonds wordt tijdens de persconferentie bekendgemaakt hoe de verlenging van de lockdown er precies uit komt te zien. Nou ja, ik probeer het beste ervan te maken. En nou, op naar betere tijden zou ik zeggen, hè?